bij een uitzwaaiwedstrijd is meestal voor de gezelligheid, voor de mensen. Ja, lacht al. Vind je dat jullie het echt gezellig gemaakt hebben voor ze? Nee, ik denk dat we weinig spektakel geboden hebben. Maar goed, we vallen eigenlijk in herhaling. Hè. Dan kunnen we gaan zeggen. En ik vind dat dat ook heel positief is. We geven niks weg. We geven geen kans weg. Je wint gewoon weer 2-0. Alleen, net als eigenlijk afgelopen zaterdag. Moeten we het in balbezit gewoon veel beter doen. En maken we gewoon te vaak, vind ik, foute keuzes. En hebben het gewoon moeilijk om de vrije mensen voorin te vinden. Dat moeten we toch beter. En als jullie met z'n drieën aan de bal zijn, dan gebeurt er wat. Jawel, maar dat gebeurt denk ik te weinig. En je ziet het ook, en dat moet je misschien niet gaan doen. Dat heeft de trainer in de rust ook aangegeven. Dan word je wat ongeduldig. Dan ga je soms... wat had hij aangegeven? Nou ja, goed, je wordt soms als spits, weet je. Je wordt wat ongeduldig. Je wil die bal hebben. Je wil voetballen. Dus dan kom je soms wat meer, ga je uit laten zakken in het middenveld. Maar ja, goed, dan heb je weer niemand voorin. Alleen, daar moeten we de juiste afweging in zin te vinden. Dat we de mensen toch wat sneller, met sneller in de ruimtes kunnen vinden tussen de linies. En met name Wesley en dan uiteindelijk ons twee spitsen. Ja, en dan kan je gevaarlijk worden. Er is heel veel gesproken. De bondscoach met jou, met Van Persie, met Sneijder. De afstemming moest wat anders. Hoe vond je dat de afstemming was? De afstanden tussen jou, Van Persie en Sneijder? Nou ja, ik denk dat dat verder niet zozeer het probleem is. Ik denk dat het meer erom gaat dat we op de juiste manier in stelling gebracht worden vanuit achteruit. En dat loopt nog niet altijd even soepel. Jij wil dat wat sneller? Nou ja, wat sneller, maar het is ook heel moeilijk. Hè? Kijk, zij op een gegeven moment gaan ze ook wat compact spelen. En dan moet je daar met snelle ballen moet je proberen in de ruimte daar wat zien te vinden, wat te creëren. En dat is soms niet makkelijk. Ik merk aan de spelers, ik merk aan de bondscoach dat hij gesproken heeft met jou, met Robin van Persie over tegen toplanden 5-3-2. Dat is volgens mij onomstreden. Vandaag is er 4-4-2 gespeeld, dat is ook iets nieuws. Zou het niet iets zijn gewoon, ik vraag het aan de aanvoerder, 5-3-2 tegen de toplanden en gewoon 4-3-3 tegen de andere landen? Ja, dat kan. Nee, dat kan zeker, maar dat zeg ik. Vandaag hebben we het op deze manier gedaan. Ik denk op het einde was het natuurlijk niet lang. Het laatste kwartiertje toen Klaas erin kwam, Klaas-Jan. Maar dat voelt wel gewennig aan, hè? Gewoon dat 4-3-3, als je geen 5-3-2 speelt. Ja, maar dat zijn we van allemaal, van huis uit zijn we dat gewoond. 4-3-3, dat is de Nederlandse school, daar is iedereen mee opgegroeid. Dus we kunnen altijd terugvallen op 4-3-3, uiteraard. Alleen, met name tegen toplanden gaat het erom dat je niks weggeeft. En, dat hebben we vandaag ook weer niet gedaan. Alleen, ze waren af en toe wel wat gevaarlijk. En, kijk, straks speel je tegen een land die nog ietsjes meer kwaliteit. Dus we moeten met z'n allen keihard blijven werken en doorgaan. Ik wens je heel veel succes. Dankjewel. En dankjewel. Dankjewel.